Vredesbureau bestaat 30 jaar ongeveer. Nou, wij hebben wel geleerd om heel bescheiden te zijn. En te zeggen, het is druppeltjes en gloeiende platen. Maar het moet wel druppelen, want die plaat die koelt dan echt wel op een gegeven moment af. Ik ga ook naar school, hè, over respect, de dag van de respect, en dan praat ik daar ook over. En wat interessant is, is dat kinderen bijna allemaal weten wat ze zouden willen zijn en hoe het zou moeten. Maar dat de spanning komt in de dagelijkse praktijk. Ze kunnen allemaal heel goed uitleggen wat waarden, normen, verdraagzaamheid, respect is. En ze geven ook allemaal aan hoe moeilijk het ze hebben om het in de dagelijkse praktijk toe te passen. En dus eigenlijk zouden we daar veel meer met elkaar over van gedachten moeten wisselen. Omdat je... De dagelijkse praktijk moeilijker is en eigenlijk daar meer steun aan gegeven zou moeten worden om jongeren te helpen, om daar ook invulling aan te geven. Niet iedereen, nee. Er zijn wel mensen die jou niet accepteren, maar er zijn ook mensen die jou accepteren. Dus zou ik wel ook willen dat ook... Niet alleen maar elke keer zeggen dat buitenlandse mensen moeten samenleven en kijken. Nee, moeten ook de Nederlandse mensen ook kijken. We doen ook ons beste om hier te leven en te accepteren. En ons beste te doen om hier te doen wat zij ook doen. Maar we kunnen niet ook ons geloof achterlaten. Maar de gewoonte kunnen wij ook zeggen, ja, we passen wel hier. Maar dan zou ik ook willen dat ook Nederlandse mensen ook zeggen, oké, die mensen doen ook hun best om hier te leven. Om, ze hebben ook moeilijk meegemaakt om alles hun leven achter te laten. En mensen, meestal zoeken ze hier veiligheid en van alles. Dus voor hun is ook moeilijk. Dan zou ik ook willen dat ook anderen de kant kijken, maar niet alleen maar kijken omdat je hoofddoek hebt of je donker bent of je anders bent dan hun. Ik denk dat de samenleving de afgelopen paar jaar vooral heel erg aan het denken is gezet. Men kan heel snel oordelen, maar ik denk dat je juist door de ontwikkeling in de samenleving nu meer dan voorheen de behoefte hebt om eens na te gaan denken van, goh, wat betekent dit eigenlijk allemaal? En waarom zou ik verdraagzaam moeten zijn? En diezelfde verdraagzaamheid krijg ik dat ook terug. Dus als je het in dat licht wilt bekijken, dan denk ik dat de samenleving gewoon op de goede weg is. Nederlandse samenleving. Ja, ik vind het verdraagzaam. Dat is niet... In de media wordt wel gezegd, we zijn steeds onverdraagzaam. En we hebben geen tolerantie meer, maar ik vind het nog steeds wel verdraagzaam in de Nederlandse samenleving. Ja, ik kan wel goed leven in Nederland zonder elke keer iets mee te maken. Ja en nee, denk ik. Ik heb wel eens gemerkt dat er niet veel verdraagzaamheid is, of althans een gebrek eraan. Maar het is niet zo dat ik dat dagelijks vind of altijd vind of zo. Maak je dat zelf wel eens mee? Ja, ik heb het wel eens meegemaakt. De manier waarop mensen met elkaar omgaan. Soms hebben mensen gewoon een heel kort lontje. En ja, dat er een stukje respect ontbreekt. Ja. Dat heb ik wel eens meegemaakt. Respect, er wordt altijd heel snel geroepen. Hey, respect! Respect is gewoon dat je iemand behandelt als hoe je je eigen behandeld wil worden. Eigenlijk denk ik liever na over van wat de verhouding is tussen respect geven en respect krijgen. Heel veel mensen willen respect hebben, maar owee, als je aan hun egootje komt, dan is respect ver te zoeken. Dus daar moeten we in ieder geval vanaf. Respect is ja, accepteren eigenlijk in wezen dat mensen verschillend zijn en dat je met die verschillen toch iets constructiefs moet doen. Accepteren hoe iemand ander is, zonder ja, te zeggen dat ik
geen opmerken doen, gewoon accepteren hoe die andere mensen zijn. Respect is, nou ja, waar het in de kern om gaat, is dat je eigenlijk wil, eigenlijk andere mensen zo wil behandelen zoals je zelf behandeld wil worden. Daar gaat het toch in wezen. En respect is dat je de integriteit van iedere persoon afzonderlijk, maar dat je niemand wil respectloos behandeld worden. Dus als je nou die norm die je op jezelf eigenlijk van toepassing verklaart, ook op een ander van toepassing verklaart, dan zijn we al een heel eind in Nederland. Respect betekent iemand in zijn normen en waarden laten en iemand zijn cultuur respecteren. Daar houdt het mee op, denk ik. En hoe ben jij respectvol? Hoe ik respectvol ben. Ja, iedereen met respect behandelen, maar ja, dan krijg je dezelfde vraag. Beleefd tegen mensen praten. Ja, beleefd. Tegen oudere mensen beleefd praten, maar heb je respect voor die oudere mensen. Als je iemand respecteert, dan waardeer je de ander ook, is het anders zijn. En je hoopt dat het contact met elkaar ook de wereldwijde waardering doet toenemen. Respect. Ja. Solidariteit onder mensen. Ik denk dat dat respect ook is. En niet alleen solidariteit, maar ook. Ik denk dat het allemaal een beetje in één woord zit: verdraagzaamheid. Niet zomaar waardeoordeel vellen over iemand. Dat is denk ik respect. Respect is dat ik luister naar mensen, dat ik het eens of oneens ben, maar dat oneens zijn niet leidt tot conflict of ruzie of agressie of zo. Dus ik moet respect opbrengen. Ja, en het is misschien wel het meest gebruikte woord waar iedereen een beetje onhandig wordt als je precies moet gaan omschrijven wat het is. Ik zit daar ook wel mee. Respecteer ik mensen? Ik bedoel, in de discussie over Geert Wilders komt er ook de hele tijd terug. Van ja, je moet andermans meningen respecteren. Ja, als je dan zegt van ja, dat moet je. Ja, dan moet je die meningen ook respecteren, natuurlijk. Net zo goed als Geert Wilders dan. Mijn mening moet respecteren. Maar in de praktijk ziet iedereen dat toch soms moeilijker is. Want je zit met je emoties, je zit met je frustraties soms. Je zit met het feit dat je onbegrepen wordt en niet gerespecteerd. En dan moet je maar weer opbrengen dat mensen die jou niet respecteren, dat jij die wel gaat respecteren. Daar zitten heel wat vragen omheen. Misschien is het tijd voor een maatschappelijke discussie over wat wij daar nou mee willen met respect. En respect ligt in het kader ook van tolerantie, verdraagzaamheid. En dat is op dit moment eigenlijk een van de belangrijkste issues in onze samenleving. Dus ik ga daar geen absoluut antwoord op geven. Hooguit dat het mijn voortdurende zorg en aandacht heeft van hoe ik daar zelf mee omga. Want dat vind ik wel heel belangrijk. Ja, dat is ook zoiets. Het tegenovergestelde is dan eigenlijk beperken van je vrijheid, van alles wat je eigenlijk zou willen doen. Ik denk dat niemand daar het recht op heeft. Met vrijheid, als we daar gewoon het letterlijke betekenis van willen aanhouden, ja, dan zijn we in Nederland gelukkig allemaal vrij. En in heel veel delen van de wereld is dat nog niet zo. Als je onder druk bent geweest, of als je weet wat onderdruk en repressie is, als je niet kan zeggen of niet kan doen wat je denkt dat goed is, als iemand dat belemmert, dat is al onvrijheid. En dat betekent dat je verliest dan je waardigheid aan mens zelf. Dan moet je strijden en alert en heel wakker blijven, inderdaad, om de vrijheid niet te verliezen. En dat kunnen wij alleen bereiken als wij samen verdraagzaam zijn.